Vandaag bezoeken we een verlaten locatie waarvan we de geschiedenis precies weten. Deze locatie waar we nu zijn heeft namelijk een heel bijzonder verhaal, waaronder deze weg onderdeel is van dit verhaal. Wat er zich heeft afgespeeld heb ik van tevoren op Facebook kunnen lezen. Een jonge vrouw had deze voormalige bistro gekocht om hem op te knappen. Helaas werkte de gemeente en andere zaken tegen. Zo kreeg ze te horen dat de weg waaraan haar toekomstige bistro zit zou verdwijnen. Totaal uitgeput heeft ze op 15 april 2014 zelfmoord gepleegd op dit domein. En hoe treurig ook, 2 weken later kwam het nieuws dat de weg bleef en zelfs hersteld zou worden. Als het goed is deze deur open. Ik ben hier achter door de poort net binnengekomen. Jullie hebben al gehoord wat er met dit terrein is gebeurd. Echt super sneu verhaal. Dit is de ingang geweest. En aan de andere kant hier zie je hoe erg het al begroeid is. Dit is dan het eerste huisje waar je binnenkomt. Zie je meteen al iets van een puzzel die is gemaakt van Carfield. Wat in een schilderij is gehangen. Een soort van portofoonsysteem om te kunnen communiceren. Mega bizar dat ik nu in de slaapkamer sta. Slaapkamer CQ-kantoor van degene die hier gewoond heeft en helaas zelfmoord heeft gepleegd. Omdat die weg hiernaast weggehaald zou worden. En 2 weken daarna toch nog bleef. Hoe sneu dat diegene hier ergens op dit terrein zelfmoord heeft gepleegd en wij nu in haar huis lopen. Carfield. En dan prijzen jeugdtoernooi. Mooie lamp. Dit is de badkamer. Dubbele gootsteen, douche. En een weegschaal. Ik ga er maar niet op staan. Maar in de jaren zijn de zeepjes wel vergaan. Is de tandenborstel hier nog eens achter gebleven? Het engste wat hier zou kunnen gebeuren is voor mij niet dat we gepakt worden. Maar is voor mij ergens een foto van de eigenaresse tegen te komen. Ik denk dat dat toch wel een van de dingen is die ik het meest spannend vind. Al die mensen die hier buiten langs rijden hebben geen idee wat hier op dit moment binnen gebeurt. Hoe kan hier zoveel post liggen? Oh, ik denk dat er nog mensen zijn die hier reclame naar binnen gooien. Er zitten nog brieven tussen. Maar er wordt dus nog niemand opgehaald. Oh, dit is haar slaapkamer. Een apart gebouw. Ja, hier sliep ook iemand. Kleding. Hier ruikt het niet bepaald lekker. Wat gaaf dit. Oud VOC schip. En deze kamer was voor onze schatjes. Vrij roze allemaal hier. Alle kunst hier is gepuzzeld. We hebben nu hier zo de eerste 2 kamers gehad. Maar als ik ook via Google Maps vanaf boven keek, zag je dat er nog veel meer gebouwen zijn hier. Dus laten we snel naar alle andere gebouwen hier zo achter kijken. En kijken of we daar ook nog iets kunnen vinden. Nieuwe cv-installatie. En een kluis. Een afgesloten kluis. Zal die vanaf achter open zijn? Nee, de kluis is nog dicht. Wat zal hierboven zijn? Dit loopt helemaal door.
Dit is wel schattig. Net als hier. Nog eventjes. Voordat ze de Rijn aanmaakte gezeten heeft met de kerstvriendjes. Kastje met haar in de kerst. Ze hield wel echt van kerstversiering en alles. Oh, dit is Pasen. En dit is kerst. Van houten kerststalletje wat ze neer kon zetten. Tijd om weer naar beneden te gaan en de andere gebouwen te kijken. Een beetje een hoog trappetje. En hiernaast heb je een soort van hoofdgebouw. Als ik ook wel heel benieuwd ben, het zal het hoofdgebouw geweest zijn. Super mooi met die lamp. En voor jullie beeldvorming, daar achter de bosjes, daar had je die poort waar ik doorheen ben gekomen. Hier aan de zijkant heb je die woningen, twee woningen van die medewerkers. Hier zo die zolder. En aan deze kant heb je een groot hoofdgebouw wat super mooi is. Helemaal oud is vormgegeven. En daar wilden zij dus ook die bed and breakfast in maken. In dit gebouw waar we nu voor staan. Hoe erg is deze binnentuin begroeid sinds het in 2014 verlaten is geraakt? Als je zo van dichtbij kijkt, lijkt dit net een vogel die hier hangt. Maar het is een spinnenweb met die twee pootjes hier. Twee armpjes hier en het hoofdje hier met daar een mondje erin. Het lijkt wel iets van een klein musje. Tijd om door de poort heen te gaan en te kijken of er aan de zijkant een opening is. Hier blijkt een deur van het hoofdgebouw open te staan. Ik ben super benieuwd wat er in dit hoofdgebouw allemaal nog aanwezig is. Het is hier. Geen idee wat hier is. Wat ik wel zie is dat hier alle sleutels liggen. En mogelijk daar ook de sleutel van de kluis. Het zal die bovenste zijn. Oh, het is de badkamer. Zo, die is wel echt mooi. En weer heel veel Carfields hier binnen. Niet normaal veel. Ik heb nog nooit zoveel Carfields op een rij gezien als hier. En hier achter in de hoek een trap naar boven. Daar zo die open haard met die Carfields. Oeh, dit is helemaal stof. Dit zou ze nou gaan verhuren. Helemaal verhuur, klaar. Dan is dit hier boven de kamer die je dan hier in deze Airbnb kon huren. Hier beneden kon eten, algemene ruimte. En hierboven dan de slaapkamer van deze grote. Misschien zou ze die kleine ook gaan verhuren, maar sowieso deze. Totaal geen idee wat dit voor machine is. En hier de bovenkant, kijk wat erop staat. RC. Totaal geen idee, maar er zit een slang aan. En daar zit dit aan. Ik heb echt geen idee. Er zitten nog verschillende, misschien een massageapparaat of zo. Er zitten verschillende opzetstukjes bij, zoals deze. Dat je hiermee kon masseren. Het is in ieder geval heel oud. En hier een deur achter het bed. Oh ja, met de badkamer. Twee badkamers, want er is aan de andere kant ook nog een deur. Is hier een deur? Deze deur? En daar nog een deur. Wat zit er dan achter deze deur? Ah, ik zie het al. Een zonnestudio. Een massagetafel. En een trilplaat. Dat was een ouderwetse trilplaat. Je kon hier achter in ieder geval lekker onder de zonnebank, trilplaatje, gemasseerd worden op die tafel. En je hebt in die ruimte daar waar we net waren ook dat ding met die slang, waar ook nog iets van massage was. En heb je trouwens een idee wat dat ding daar is? Die soort van massage ding, heb je dat misschien thuis gehad? Ken je iemand die dat gehad heeft? Laat het even weten, want ik ben wel benieuwd wat het dan precies doet. Laten we in ieder geval weer naar beneden gaan. En wat ik net dus zag toen ik daar zo van boven naar beneden kwam, zie ik nu hier ook nog een ruimte. Die had ik net helemaal niet gezien. Ah, hier heb je de stroom. Een kelder. Gadverdamme. En een serre. Oh. En een hele oude keuken. Nou, oud is hij niet. Goed onderhouden.
Zo. Volgens mij zijn dit zwart-wit foto's die ze later ingekleurd hebben. En mogelijk dat we hier nu toch de vrouw zien die hier om het leven is gekomen. Hier haar hoekje. Twee lekkere stoelen bij de open haard. En dan nog een schilderij van het trouwen. Je zal het nu waarschijnlijk niet meer zien, maar hierachter is nog een hele grote tuin wat erbij hoort. Maar dat is inmiddels helemaal begroeid. Het blijft wel bizar om hier achter die schilderijen te zien staan waar ook die vrouw op te zien is die hier in dit pand om het leven is gekomen. Toen na heel veel tegenslagen ook nog eens die weg hier weggehaald werd, waardoor ze dacht geen omzet meer te maken. Ze maakt een einde aan haar leven en vervolgens blijft die weg liggen. Ik zie dat die kelder wel onder water staat, dus helaas kan ik die kelder niet meer in. Wel een aparte koelkast trouwens, ze is gewoon helemaal meegemobileerd. Maar daar buiten zijn nog veel meer gebouwen waar ook van alles in zou staan. Dus daar gaan we ook kijken. Maar hier zie je ook een schilderij. Super mooi, kijk dan. Helemaal geborduurd, dit schilderij. Maar nu ben ik dus super benieuwd wat er daar zo achter in die schuur is. Dus laten we snel richting die schuur gaan. Hier zo heb je een schuur. En wat zie ik nou in die schuur? Er staat daar iets van een paardenwagen of zo. Ik kan het nog niet zo heel goed zien. Dat lijkt wel een draak. Wat is dit voor een ruimte? Dit is voor feestjes geweest. Een hele oude koets, een trekkoets. Allemaal lampionnen aan het plafond. En hier op de muur een grote draak. Chinese waaiers. Hier zo voor heeft vroeger een paard gezeten. En die koetsen ding zal echt heel zwaar zijn. En wat voor lampen zit hierop? Want in die tijd hadden ze volgens mij nog geen stroom. Nee, daar moesten kaarsen in. Zie je, er zit helemaal geen plek voor stroom. En de teugels voor de paarden liggen er ook nog in. Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd hoe zwaar die is en of ik dat ook op kan tillen. Het gaat heel voorzichtig, want hij mag natuurlijk niet uit elkaar vallen. Maar ik ga het heel voorzichtig proberen. Kijken of ik hem een klein beetje omhoog kan krijgen. En kijken hoe zwaar het nou eigenlijk is. Dit ding is echt niet normaal zwaar. Ik ga er natuurlijk niet mee rijden. Even eens terugzetten weer. Maar ik wilde gewoon even gevoeld hebben hoe zwaar het is voor een paard om dat ding op je rug te hebben. Natuurlijk, die mensen zitten bij het wiel. Dat maakt hem weer wat lichter voor het paard, waardoor die misschien juist omhoog wordt getrokken. Maar dit ding is echt super zwaar. Ik zou er ook niet aan moeten denken om heel de dag met dat ding op mijn rug te lopen. Als een paard dat ding de hele tijd op zijn rug heeft, dan zit hij ermee opgezadeld. Ik heb totaal geen idee wat zo'n schuur doet in een verlaten bistro. Maar ik ben wel super benieuwd waarom jij denkt dat deze schuur hier is. Dus mocht je een idee hebben, laat het weten in de reacties. Met haar in de jacuzzi. Een jacuzzi gemaakt voor de mensen die hier zouden gaan overnachten. In de bed and breakfast. Terug bij de poort. Het is nu alleen lastig om te zien wanneer er wel en geen auto's aankomen. Het kleine deurtje gaat niet open. Ik moet die grote deur openen om hier weer weg te komen. Gelukkig staat die helemaal los. Ik moet een beetje optillen. Hier kan ik toch mooi doorheen. Maar ik kan wel even kijken, er komt geen auto aan. Ik heb de deur inmiddels weer gesloten en dat houdt in dat ik buiten ben. Ik hoop dat jullie dit een vet avontuur vonden. Doe een duimpje omhoog als je dat nog niet hebt gedaan. Laat een reactie achter, volg me op Instagram, kijk andere video's. En is dit de eerste keer dat je mijn gezicht ziet, kun je hier beneden abonneren. En check ik jullie weer bij de volgende video. Later.